Weer. Buffrouw. Weer. Buffrouw. Buffrouw, wat is er? Vervoer, man. Kijk, ze daar. Ze zijn daar. Man? Ja. Huis, kijk, ik zie, ze kijken naar die huizen, buurvrouw. Buurvrouw, nu heb je ze in alle soorten. Dus met Biggie dat me kon melden. Sluit je huis, kijk, je laat je deur open. Kan je die deur alsjeblieft opsluiten, buurvrouw? Nee, wat moet ik met je doen? Buurvrouw, je maakt er grap van. Wat zijn die mensen van ABS? ABS? Buurvrouw, deze mannetje kan ABS, die voerman. Kijk, ze maken aantekeningen op de mango voer. Daar zit je een grap van te maken, buurvrouw. Buurman, die mensen die je daar ziet, zijn van het Algemeen Bureau voor de Statistiek. Migado. Ze zijn bezig met listingsveldwerk door alle objecten, dus die gebouwen in Suriname met uitzondering van het binnenland, digitaal te registreren. En dit is ter voorbereiding van de 9e Algemene Volks- en Woningtelling. Meer bekend als census. Ik zie je waarom het niet goed is om te vooroordelen. Misschien is het maar lekker voor mij. Maar alsjeblieft, ga ze niet zeggen dat ik ze als lief heb gezien met Biggie. Het is gewoon sociale controle. Hier en een buurvrouw. Maar dit wil zeggen dat eigenlijk ze, dit is geen huizen tellen. Dit is gewoon... Mensen tellen of huizen tellen, nee. Wat is het? Nee, nu tellen ze nog geen mensen. Nu zijn ze bezig met huizen. Oh. Dus dan gaan ze in de buurten, de verschillende buurten, om te kijken hoeveel huizen er daar zo zijn. Oh. En als ze allemaal een huisnummer hebben, dat soort dingen. Ja. Dus zeker, dan ga ik straks snel naar huis, want mijn huisnummer is gevallen. En weet je wat zo lastig is? Soms geven die mensen je adres op met huisnummer. Maar in die buurt is er ik zie geen enkel huis met nummer. Dat ding is lastig. Ik ben één van ze, boy. Ik ben echt één van ze. Dus nono de mogos pikra een huisnummer voor mij. Doe dat. Want hiermee, ze zijn bezig tot mei 2024 hiermee. Mm-hmm. En dan in het derde kwartaal van dit jaar gaan ze dan starten met de volkstelling. Dus die mensen tellen. Ik ben gerust, ik ben echt gerust, boy. Buurvrouw met tegen met denki, zo je met denki. Ik zag veel op Libipoort, oppo, Idoro, oppo. Dus daar heb ik gezegd van, ik moet voor Kayo. Maar nog bedankt voor die informatie. Maar één ding met Biggie, als ze bij je komen, zeg ze niet dat ik ze als dief heb gezien. Ik ga weg, buurvrouw. Is goed, veilige dag verder. Is goed, hoor. Ja. Wel thuis. Ja, ja.